Welkom bij CVV Achilles TV voor de wedstrijd tussen Achilles Enschede jongens onder de 15, ATC 65 jongens onder de 15. We gaan naar de opstelling en zien Jurre in het doel. Achterin spelen Dani, Lef, Melle en Bidik. Het middenveld bestaat uit Batuan, Milan en Jamiro. En voorin spelen Theodor, Evandro en Junel. We zijn begonnen. Achilles speelt in het rode shirt. Bal naar de rechterkant richting Junel. Bal naar het middenveld, aanvoerder Milan Dikkes. Uiteindelijk wordt er de overtreding gemaakt en gefloten door de scheidsrechter van vanmiddag. Dat is Kevin Wolters. De vrije trap staat en de vrije trap is van Evandro. Zijn inzet komt tegen de lat. Maar daar is Junel Essenia als de kippen bij. Hij zet Achilles en de ploeg van trainer Chris Kempers op een 1-0 voorsprong. Als Achilles vandaag een overwinning boekt, dan blijft het in de race om de kampioenschap in de hoofdklasse. Hier de volgende kans van de wedstrijd is voor nummer 7 Janel Essenia, maar de goede redding van ATC goalie Ties Morsink. Milan Dikkes met de bal richting Theodor Eljo en zijn schot gaat erin. Hij zet de Gilles op een 2-0 voorsprong. Maar de bal moet Parsa Banam die wel aan voor ATC, maar die verliest. Uiteindelijk is het Achilles die over kan nemen. Evandro met het schot en wederom de goede redding van Ties Morsink. Dankzij hem staat het nog maar 2 tegen 0. Achilles kan weer overnemen met Evandro. Sterke spits. Bal aan de linkerkant bij Theodor Eljo. Het schot van de nummer 10, dat is Jamiro Risakota. En hij zet Achilles op een 3-0 voorsprong. En toch ATC. Rechterkant Noah Youssef. Kan Achilles weer overnemen. Evandro met de bal richting Theodor. Het schot van Lef Hofman. Maar wederom is dat de doelman van ATC, Ties Morsink, die reddend kan optreden. Evandro Seguna, het klopje. Maar daar is Glenn Bloemendaal namens ATC die goed oplet. Hij weet die inzet nog onschadelijk te maken. De hoekschop die staat, die gaat er wel in. De hoekschop is van Lef Hofman. En Junel Essenia zet de Gilles op een 4-0 voorsprong. Vrije schop, Achilles. Evandro Seguna achter de bal. En het doet helemaal één. En hij zet Achilles op een 5-0 voorsprong. Goede vrije schop. Keeper kan er niet bij. En de 5-0 is tevens de ruststand in de tweede helft. Direct gevaar en direct een doelpunt voor Achilles. De voorzet is van Dani van de Bichelaar. En Evandro Seguna met zijn tweede van deze middag. Hij zet Achilles op een 6-0 voorsprong. Wederom Evandro alleen op het doel af. Oeh, het stiftje. Prachtig doelpunt. Van wederom die nummer 9, zijn derde van de middag. Hij zet Achilles op een 7-0 voorsprong. Er was geen tijd te verliezen, want elke keer werd snel de bal gepakt en werd er snel weer doorgevoetbald. En hier de volgende kans van de wedstrijd. Wederom Evandro Seguna om de doelman heen. En hij weet de bal binnen te schieten en zet Achilles op een 8-0 voorsprong. De goede steekpaas was van Remy Wessels. Werd ATC er niet gevaarlijk? Ja, heel af en toe. Maar gelukkig stond daar de Achilles doelman Jurre Meijer nog op te letten. Goeie lange bal richting Evandro Seguna. Sterke speler, altijd moeilijk van de bal af te krijgen. Zijn schot in de eindigt in het zijnet. Heel af en toe werd de ploeg uit Hengelo nog gevaarlijk. Hier vanaf de rechterkant het schot. Maar dat is de redding van doelman Jurre Meijer. En niet voor later vindt de scheidsrechter het genoeg. Hij fluit af en Achilles wint met 8 tegen 0. Ik groet u.